Hoi. Hoi. Hey. Hey. Yo. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik dus een nieuwe video voor jullie. Met de 15 meest ongemakkelijke momenten. Ik denk dat iedereen van jullie wel één van deze momenten heeft meegemaakt. Ik zelf heb ze allemaal wel eens een keer meegemaakt. En ze zijn echt vreselijk irritant. En ongemakkelijk. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje een leuke video gaan vinden. En kijk snel verder. Je zit lekker op de pot. Je moet je reet afvegen. En ja hoor, de wc-rol is op. Nachtmerrie eerste klasse. Want je moet in je reet, in je blote reet, als je je onderbroek aantrekt, zit natuurlijk je hele onderbroek onder het schijt. Moet je naar beneden om een nieuwe wc-rol te halen. En wat een nog grotere nachtmerrie is, is als je in een openbare toilet zit. Dan weet je al helemaal niet wat je moet doen. En ga je je reet maar met een stukje karton van de wc-rol afvegen, omdat er geen andere mogelijkheid is. Omdat je ook geen zakdoekjes in je tas hebt zitten. Wat ook echt een hartstikke ongemakkelijk moment is, als jij iemand een box wilt geven en die andere geeft jou een high five. Als je bij iemand thuis op visite bent en diegene vraagt, hey, wil jij drinken? Dan antwoord je, ja, ik heb dorst. En dan zegt diegene, pak maar beneden zelf. Wat ook echt een vreselijk ongemakkelijk moment is, is dat je lekker in de stad loopt en je bent je moeder kwijt. Nou, dan denk je, oh, dat is mijn moeder. Dan loop je naar die vrouw toe. En oh ja, dat was mijn moeder eigenlijk niet. Je bent samen met een vriendin in de stad en je vriendin moet eventjes wat passen. Maar ze heeft een te kleine maat gepakt. Nou, jij bent dan degene die een grotere maat moet pakken. En dan denk je dat je het goede pashokje inloopt. Maar je loopt het pashokje van een oude vrouw binnen. Ja, dit moment heb ik heel vaak gehad. Wanneer je in de klas zit en je op je stoel zit te wippen en de juf waarschuwt je nog met niet wippen, Chelsea. En ja hoor, dan ga je vol op je bek naar achteren en de hele klas lacht je uit. De juf wil je een sommetje uitleggen en ja, ze ruikt een beetje heel erg naar koffie. En je denkt echt van, vijf zoden flikken nu maar op en neem eventjes een kauwgompie. De juf wil dat uitleggen aan het klasgenootje die voor jou zit. Maar er komt ze dan met een grote asshole in je snoet. Echt gewoon, je ziet er halve naad gewoon uitsteken uit die broek van haar. En ook echt dit, zo'n kont in je harses. Nou, je schrik je daar ook echt de plek. Je bent met iemand aan het whatsappen. En je gesprek gaat zo. Hey, hi, hoe gaat het? Ja, goed hoor, met jou? Mooi zo, ook goed. Mooi zo. En dan weet je dus niet meer waar je het over moet hebben en dan denk je echt van, dat was het gesprek. Op nog zo'n moment. Je zit in de klas en opeens gaat je maag zo tekeer. Tenminste, althans, dat hoor je zelf. Je hebt geen flauw idee of je klasgenootjes het horen, maar je bent echt bang dat ze het horen. En je denkt, hopelijk hebben ze het niet gehoord en denken ze niet dat het een scheet was. Wanneer je op straat loopt en je komt iemand tegen waarmee je de grootste ruzie hebt die je ooit hebt gehad. En je echt denkt van, capuchon, waar ben je? Ja, leuk allemaal eens jarig zijn. Maar dan gaan ze opeens voor je zingen. En dan weet je niet of je nou mee moet zingen of je moet wachten tot het liedje van 3,5 uur af is gelopen. Als je iemand voor de 3.189ste keer moet vragen hoe diegene heet. Wanneer er iemand op visite komt en je niet weet of je diegene nou 3 zoenen, 1 zoen of een hand moet geven. Zeg maar, je zit in de tram en iemand kijkt echt zo naar je. En dan kijk je terug. En diegene draait dan woef zo zijn hoofd om. En dan denk je, nou, ik heb wel gezien dat je naar me keek, anders keek ik niet terug. Dit was mijn video. Ik hoop dat jullie het een beetje een leuke video vonden. Ik vond het zelf wel echt grappig om te doen eigenlijk. En ja, hebben jullie nog ideeën voor video's? En het begint al eens keihard te gieten. Maar hebben jullie nog ideeën voor... En doe een duimpje omhoog. En abonneer als je dat niet hebt gedaan. En schrijf natuurlijk een leuke comment, want daar ben ik altijd helemaal happy van. En ik reageer altijd terug, want dat is wel zo lief. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot mijn volgende video. Later!